Laten we even kijken wat hier in de Forest of Fishing te doen is als Plague Knight zijnde. Voor de Jupiter Fish de map, oh ja. Hebben wij de spullen niet voor? Yes, let's go out. Explodatorium. There's an intruder afoot. Overal waar ik loop ontstaat vuur. En is het aan ons om daaraan te ontsnappen? Aan het vuur. Die ratten kunnen ook nog springen. Dat is niet de afspraak, hè? Springende ratten. Ah, en vliegende geesten. Vogelen. Springende ratten. Moet voorzichtig zijn met alles. Voorzichtig zijn met alles. Overal waar ik kom is potentieel gevaar. Trap hem ook, want dit ziet eruit als healing. Is het ook? Kistje, lijkt me goed. Muziek sheet. Krijgen we weer 500 geld voor, hebben we de muziek sheet. Als we dat zouden winnen. Is dit een vijand? Ja, dat is een vijand. Gevaarlijk uit, ik kan hem niet terug. Lekker. Hier is hij terug weg. Doen de shovel knights.
Uitkijken voor de groene shovel knights. Gevaarlijke beest. Nieuwe flesjes, altijd goed. Een worthless artifact. Hoe kom ik daar? Ah. Dan worden we weer naar boven geschoten. Hier pak ik allemaal onnodige damage. Hey, mijn zweef. Ik heb een zweefding niet meer, waarom niet? Oh, hier, Floatburst, ja. Die is het. Die is de Floatburst. Oh, ik weet niet waarom ik naar links stuurde. Nee. Ik weet niet waarom ik daar naar links stuurde. Ik weet wel dat ik mezelf onnodig vaak laat hitten weer. Ja, heel dom. Heel dom. Laat mezelf wel nodig vaak hit. Vinden we hier nog een geheime doorgang? Nou, heel veel diamanten. Handelaar. Oh ja, hij neemt die relics aan. Ja. Staff Surging. Handig.
er zoveel HP allemaal zitten. Ah, checkpoint, gelukkig. Spring rustig. Hij raakt mij aan en ik val precies in dat ene gaatje. Dat is niet te geloven. Dan krijg je nog wel een checkpoint. Een tovenaar hier binnen. Miniboss die ik moet dodgen. Als hij een reus verandert, moet ik wegwezen. Moet er langs, krijg weer een checkpoint. Nou, dat scheelt. Zo dom dit, hè. Zo dom weer. Ik loop in alle dingen waar ik niet in moet lopen. Ik loop er weer in. Doe gewoon normaal, voorzichtig. Neem niet van die onnodige risico's. Groene Shovel Knights. Potion gebruiken, potion meenemen. Veel te druk met vijanden. Die mij allemaal HP kosten. Kijk de race op die vijanden ook.
Dan ben ik weer dood. Het is gevaarlijk hoor. Het origineel als Shovel Knight was makkelijker dan spelen als deze rare Plague Knight. Het is inderdaad vooral een kwestie van wennen aan alle mechanics. Dan gaan we hier denk ik de boss fight in. Met anderhalf hartje. Dat gaat hem niet worden denk ik. Shovel Knight. Deze hele fight doen met één hartje, dat gaat het niet worden. Ik doe hem ook nauwelijks damage, omdat hij natuurlijk healed. Ja, omdat hij natuurlijk hield. Shovel Knight. Hey, waarom is mijn heatseeking er niet meer? Maar die is er wel, maar die doet het niet. Gebruikt een Iron Skin Potion. Nou, ik in één keer wel weer die skill. Oh, de heatseeking wordt vast geactiveerd als hij de grond raakt. Dat is het. Dat is het. De heatseeking wordt pas geactiveerd als hij de grond raakt. Nou goed, we hebben Shovel Knight aangepakt. Hey. Gewoon een shovel naar het einde. Dan stelen ze een essence terwijl die ligt te pitten. Lekker hoor. Wat wil ik iets betalen? 60. Nee, ik heb 49. Wall Climbing Flame.
waves of fire. Dus even kijken hoe dat dan werkt. Oh, hier. Als een kogeltje ontploft. Dat is handig. Als een kogeltje ontploft krijgen we vuur. Dat is handig. Ja. Dat is handig. What's this guy raising a barn? Het is een paard. Nou, Explodatorium ook gehaald. Er spawnt weer een minion. En we hebben de armor outpost. Mag ik hier naar binnen? Achterlangs lopen. Ik kan hier alleen groene muntjes rapen. Nou, twee minions. En daarna het volgende level daar beneden. Dus dat gaan we weer doen in de volgende video. Dus graag weer. Tot dan. Joejoe.